Dag Sjaak. Hey. Lekker rondje gelopen? Heerlijk. Zeg, wat heb jij nou voor een mooi apparaatje aan je pols zitten? Ja, dat is een GPS-horloge. Dus het is eigenlijk heel simpel. Die bepaalt om de paar seconden mijn positie. En op basis daarvan houdt hij de snelheid bij. Kan ik op ieder moment zien hoe hard ik loop. Kan ik zien hoeveel ik gelopen heb. En daarnaast houdt hij mijn hartslag in de gaten. Maar ja, het leukste komt eigenlijk pas als je thuis bent en je sluit hem op de computer aan. Kun je dat laten zien? Gaan we doen. Nou, dan pluggen we het apparaat in een cradle die op de computer is aangesloten. En vervolgens kan ik de data importeren. Nou, hij heeft de gegevens van de laatste loopjes allemaal netjes bijgehouden, maar het gaat dan om deze laatste. Ik kan daar de locatie aangeven. Ik kan zelfs nog aangeven met welke schoenen ik gelopen heb. Dan houdt hij ook netjes bij hoeveel kilometer ik daar al op gelopen heb. En vervolgens zet ik hem door. En dan is hier de route te zien die ik zojuist gelopen heb. En met een foto-ondergrond eronder is te zien dat ik zojuist een rondje om de Abdij van Middelburg heb gedaan. Ik zie ook een hartslagmeter. Gemiddelde hartslag, 129. Een band om mijn lijf neemt hij gelijk de hartslag op. Nou, eigenlijk is dit natuurlijk een GPS-apparaat met een hartslagmeter. Je hebt ook hartslagmeters met een GPS-apparaat. Blijft hetzelfde. Nou, wat je hier ook ziet is dat in wezen is dit mijn hele logboek. En dus iedere datum die hier vet staat, daar heb ik gelopen. En van ieder loopje, als ik die aanklik, dan zie je hier de route die ik gelopen heb. Dus dit is een halve marathon in Sluis geweest. Dit is mijn baantraining geweest van afgelopen woensdag. En dan is het GPS-beeld is niet zo heel spannend, want het is gewoon een rondje. Maar dan gaat het vooral om de snelheid en de intervals die je gelopen hebt. En zo heb ik de hele loophistorie heb ik hier staan. Uiteraard even de Zeeuwse kustmarathon. Daar doe je het allemaal voor. Daar doe je het allemaal voor. Het apparaat houdt dus inderdaad al mijn loopjes bij en op die manier kan je ook totalen in beeld brengen. En die totalen zijn ook grafisch weer weergegeven. En dus de meeste loopjes zullen rondom mijn eigen woonplaats liggen. Maar daarnaast zie je hier inderdaad sluizen waar ik net over vertelde. Een halve marathon in Nisse. De start van de Zeeuwse marathon. De start van een trainingsloop op Neeltje Jans. En naarmate je meer inzoomt, zal er meer details gegeven worden. Dus als je over de hele wereld loopt, dan heb je op een gegeven moment over de hele wereld van deze stippen staan. Met de informatie erachter. Een mooie uitdaging. Mooie uitdaging. Wat zien we hier? Dit zijn mijn persoonlijke gegevens. Dus hier kan je je gewicht aangeven. Hartslag en rust, maximale hartslag. En inderdaad, hier zou je ook aan kunnen geven op het moment dat je een blessure hebt opgelopen. Zodat je ook een verband kan leggen tussen eventuele verminderde prestaties. Ja. De lichamelijke toestand op dat moment. Ja, ik zie dat het heel ver gaat. Ik zie hier humeur staan. Ja, zelfs je humeur kan je hier op weergeven. Je kan je vetpercentage meenemen. Slecht, normaal, uitstekend. Meestal als ik loop is mijn humeur uitstekend. En dus dat zijn de gegevens van de atleet. Nou, uitrusting. Ik kan laten zien wanneer je je schoenen gekocht hebt en vervolgens
hoeveel kilometers je daarop verwacht te lopen. En op basis van het aantal kilometers dat achter die schoenen komt te staan, zal die gaan piepen wanneer je het aantal kilometers volgelopen hebt. Je kan het zo gek maken als je zelf wilt.